Wij zijn op dit moment live op internet. Vandaar de geluidsversterking en de camera's. Dan weet u dat. Het leek me zorgvuldig om daarmee te beginnen. Als er iemand weg wil lopen om die reden, dan kan dat nu. Nee? Oké. Hartelijk welkom op dit symposium over verandering. Want dan verandert het een en het ander. Dat zal ook blijken vanmiddag en daar gaan we intensief over praten met elkaar. En vandaar hebben we deze opstelling ook gekozen. Kan iedereen meedoen in de discussie. Als u wat te melden heeft, steek even uw hand op, want dan komt er geluid en beeld naar u toe. Dat spreekt voor zich. Het leek mij gepast om te beginnen met de mededeling dat het programma verandert. Want we hebben het natuurlijk over verandering. We gingen een tijdje geleden op jacht naar een antwoord op de vraag waarom hier? Waarom in Eindhoven? Waarom op Strijp S? En waarom hier in het Videolab? En er zijn allerlei redenen voor en die kunnen wij u vertellen. Maar er is iemand in ons midden die kan dat veel beter. Dat is ook meteen de enige vanmiddag die een verhaal mag houden met plaatjes zonder vragen. Die weet alles van Eindhoven, is hier geboren en getogen, net als ik. Heeft hier gestudeerd op de TU, stedenbouw, net als ik. Een tijdje geleden, klopt ook. Op zijn kaartje staat Urban Design. En hij is medewerker van de afdeling Economie en Cultuur. Want Eindhoven heeft geen afdeling stedenbouw meer. Overigens ook geen dienst stadsontwikkeling. Hij werkt op de afdeling Economie en Cultuur. En zoals hij het formuleert, ik ben niet bezig met stenen als stedenbouwer, maar met mensen. En de uitleg waarom we hier zijn, in Eindhoven, wat tegen de wind in nog steeds economisch groeit, 1% of 1,5, 2%. En waarom hier op Strijp S zijn en waarom hier in dit huis, gaat hij ons vertellen. En zijn bijdrage is getiteld, daar komt hij. Zet hem maar klaar. Ja, City Culture Design. Het woord is aan Kees Donkers. Leuk dat je er bent. Zo gaat het beter, denk ik, ja. Ja, dankjewel dat ik hier mag staan. Ik vind het heel leuk om jullie iets te vertellen over Eindhoven. Het is een beetje een persoonlijk verhaal ook, mijn eigen indruk. Het begint bij dit woord city. Het is een foto van Europa. Vanuit de ruimte dus genomen. En wat je ziet is dat boven het woord city de Benelux is eigenlijk. En je ziet dat er een hoop licht wordt verspild. Dus eigenlijk is het ook een negatief beeld. Maar aan de andere kant ook weer een symbool voor de energie die hier heerst. En daar zou ik het graag over willen hebben. Als je namelijk inzoomt op dat lichtbron, op die lichtbron, dan zie je dat Eindhoven daarin natuurlijk centraal ligt, hè, want het verhaal gaat over Eindhoven. En dat wij midden liggen tussen een aantal regio's. De mainport Rotterdam, die airport Amsterdam, dat is één kant. Maar ook het Roergebied, waar ontzettend veel is gebeurd de laatste 20 jaar. Het voorheen oud mijnindustrie en nu helemaal wederopgebouwd, opgebouwd, zou je kunnen zeggen, met nieuwe impulsen. Ga ik dadelijk wat over vertellen. Maar ook in België heb je de Vlaamse Ruit. Ook zo'n kerngebied. Wij hebben onszelf vanaf ongeveer 2000 Brainport genoemd. Niet Mainport, niet Airport, maar Brainport. En onze burgemeester kan dat als geen ander vertellen. Dus dat ga ik niet proberen om dat te vertellen. Dat is eigenlijk het verhaal over de toptechnologie in deze regio. De zaadjes van Philips, zeg ik altijd maar, die uit Philips zijn voortgekomen. Nieuwe grote bedrijven, ASML bijvoorbeeld, maar ook andere bedrijven. En dat is eigenlijk een beetje wat Eindhoven symboliseert, top-down, Brainport. Wij hebben namelijk ook daarnaast, we hadden de slimste vierkante kilometer vorig jaar van de wereld, de Heitig Campus. Maar we hebben ook de ambitie op cultureel gebied en dat is Brabant Culturele Hoofdstad, waarin Eindhoven het centrum mag zijn. 2018, september krijgen we de uitslag van de jury, of we dat ook gaan worden.
Mijn verhaal gaat eigenlijk top-down of bottom-up over de verandering die we de laatste 20 jaar hebben meegemaakt. Van lelijk eentje. We waren echt de lelijkste stad van Nederland 20 jaar geleden, ook zo genoemd. U kent dat wel, dat programma waarin dat gebeurd is. Maar we zijn denk ik toch wel veranderd tot een designparel. Overigens die eend, ik heb er zelf altijd in gereden. Ik vind nog steeds de mooiste auto die er is. En ook de slimste auto. Ik ga mijn verhaal vertellen over niet over Brainport, maar Brainfield. Want in dit complex hier zitten de zaadjes die ook die verandering hebben mogelijk gemaakt. En dat is een jonge generatie. En die laat zien dat die brains ook in dat Evoluon tot nieuwe bloei kunnen komen. Daarom is dat symbool ook een beetje symbolisch voor die generatie. Eerst iets over de stad. Ik ga er snel doorheen. Twee jaartallen zijn belangrijk. Niet alleen het ontstaan 1300 ongeveer, maar vooral 1920... Toen Philips zo hard groeide dat het stadje Eindhoven werd uitgebreid met 5 dorpen. Die werd geannexeerd. Het zijn nu de stadsdelen geworden. De Castres was de eerste stedenbouwer van Nederland die dat plan heeft gemaakt. U ziet de tekening hier. Hij werkte in opdracht voor de gemeente Eindhoven. 1990 is ook een belangrijk jaar, omdat toen de maakindustrie verdween uit de stad. De fabrieken kwamen leeg te staan. De industrie ging naar de goedkope lonenlanden. En wij zaten met een groot probleem. Ook bij DAF. Ik kan me herinneren de journaalbeelden. Veel huilende mensen op televisie. Eindhoven was echt negatief in het nieuws. Maar we hebben het opgepakt als een uitdaging, zoals het zo vaak gezegd wordt. En we zijn begonnen met een stukje transformatie. Het heeft van de nood een deugd gebracht. En dat is gebeurd in de herontwikkeling van die lege fabrieken. De zone vanaf het centrum van de stad tot aan Eindhoven Airport. De Westcorridor hebben we dat genoemd. Die is herontwikkeld. We zitten daar nu middenin. We zijn daarmee begonnen. In 1993, het was mijn eerste job toen ik bij de gemeente Eindhoven kwam werken, om daar een masterplan voor te maken. U ziet hier een beetje een schets waarin dat is verbeeld. Bert Dirks, architect uit Eindhoven, heeft die gemaakt. De zone vanaf Centraal Station naar Eindhoven Airport. Een soort nieuwe openbaar vervoerslijn zou er moeten worden ontwikkeld met een nieuw voertuig, de Filias. Op inductie geleid, maar ook die gebieden langs die lijn zouden moeten worden herontwikkeld. Hier ziet u die strijpgebieden in beeld. 1 tot en met 5. We zitten nu in 3, strijp S. Gebied 1 zijn we mee begonnen. Het MSC-complex en gebied 2 is het voetbalstadion. Bij het MSC-complex mocht ik mijn eerste bouwplan doen. Het masterplan voor dat gebied wat tot dan toe tussen de hekken zat. U ziet dat hier verbeeld. Niet alleen de Witte Dame werd hergebruikt, maar er kwamen ook een aantal rode heren bij. Nieuwe gebouwen, gemetselde gebouwen, niet in beton. En zelfs de Witte Dame werd verticaal geplaatst. De eerste hoogbouwtoren van 100 meter in Eindhoven. Een nieuw stukje stedelijkheid zou je kunnen zien dat de toon zou moeten zetten voor de rest van de ontwikkeling van die zone. Hier het beeld van die tijd. In de kern van de foto ziet u het oude stadje Eindhoven. Twee lagen plus een kap, zou ik maar zeggen, in stedenbouwtermen. Daarachter ziet u 1920 de witte gebouwen van Philips, gebouwd in beton, waar allemaal fabrieken waren ondergebracht. Onze opdracht was om, wat u hier beneden ziet, dat rode oude Philips fabriekje en die Witte Dame daar recht tegenover uit 1920, om dat hele gebied een nieuwe ontwikkeling te geven. En dat hebben we gedaan door dwars door dat grote complex van Philips een nieuwe as te leggen. Een verbindingsas voor voetgangers van het centrum van de stad, Philips Fabriekje, naar het PSV-stadion. De eerste digitale maquette is toen gemaakt bij het European Design Center, een bedrijf wat ook zichzelf heeft ontwikkeld. Hier ziet u dat beeld, die as dwars door die Witte Dame van het fabriekje naar het stadion. Eigenlijk is dat de ruggengraat van de hele herontwikkeling van dat complex. En die gebouwen die u ziet, die woongebouwen, die eigenlijk dezelfde volume hebben als die Witte Dame, maar gemetseld zijn en waarin woningen zijn ondergebracht, appartementen, was eigenlijk de trend geworden voor de rest van Strijp. Maar we hebben ook dat gebied opnieuw aangehaakt aan de binnenstad. Waar die Witte Dame al een schaalsprong was in 1920, hebben wij in 1995 opnieuw een schaalsprong gemaakt met in dit geval zelfs 2 hoge woontorens van 100 meter pal tegen de binnenstad. En natuurlijk de Blob en de oude hoofdkantoor van Philips herontwikkeld. Niet alleen de arbeiders vertrokken, maar ook de directie ging naar Amsterdam in 1997. Toen dachten we, ja, wat moeten we daar nou godsnaam mee? Leuk is dat toen industriëlen als Theo Hurks, de burgemeester Rijn Welsje en de voorzitter van de raad van bestuur van de TU, Henk de Wild, opstonden en zeiden, dan willen wij er wat voor terug. Als jullie als directie weggaan, dan willen wij dat Philips een high-tech campus ontwikkeld aan de A2. Zij hebben dat bedongen, 1997. En het is gelukt. In feite zijn de zaadjes van Philips, mensen die zonder werk kwamen, terechtgekomen op die high-tech campus. Vandaar die slimste kilometer van de wereld.
En we hebben de lichttoren ook herontwikkeld, dat is mijn vakgebied. En daar ziet u beneden in die lichttoren ook het nieuwe restaurant. Ik noem het maar de huiskamer van de stad, Uzien. Als u er niet geweest bent, komt er niet over, ga daar een keer naartoe. Zo ziet het er binnen uit. Herwaardering voor de geschiedenis van Philips. Op een eigen manier vertaald. Nieuwe stedelijkheid bij de Bijkorf. Een nieuw plein wat het imago van de stad laat zien. Pal voor die oude, mooie lichttoren die het symbool was van Philips 100 jaar lang, staat nu een blob. Als een soort contrast in een omgeving waar verschillende architectuurstijlen bij elkaar komen. Dit is eigenlijk de nieuwe prentbriefkaart van Eindhoven, zou je kunnen zeggen. Groeten uit Eindhoven. Wat we ook deden was op die fabriekscomplexen hier de functie wonen terugbrengen. Het bleek dat de vorm, het woonconcept van loftwonen erg in trek kwam. Wonen in een ruimte als deze, ja dan met het plafond eruit, 6 meter hoog, is dat aantrekkelijk? Ja, dat is zeker aantrekkelijk. Met name voor een bepaalde generatie. We hebben dat opgepakt als leidmotief voor de ontwikkeling van Heelstrijp. Die oude fabriekscomplexen die waard waren om te behouden, die werden met name in dit gebied hergebruikt voor wonen. Hier ziet u zo'n complex pas opgeleverd, Anton. En zo heten ze dan ook naar de namengevers van Philips. En van binnen ziet het er zo uit. Er zijn stijgpunten ingemaakt, kokers, waardoor mensen als een soort nieuwe community in zo'n gebouw gaan wonen. Niet een aantal appartementen boven elkaar waar je elkaar tegenkomt in de lift en niets tegen elkaar zegt. Nee, er zijn trappartijen gemaakt waardoor mensen via trappen die 70 centimeter breed zijn elkaar zelfs moeten aanraken als ze elkaar moeten passeren. Dus het is waar vroeger, dat is heel bijzonder. Ik leg het alles zo uit, toen ik ging studeren in 1969, toen had je communes. Waar je soms zelfs je vrouw met elkaar moest delen, maar nu deel je de daktuin met elkaar. Dat is eigenlijk een beetje het verschil. Punt is dat op die manier Eindhoven een beetje veranderd is. Het tweede hoofdstuk gaat over de cultuurverandering de laatste 20 jaar. Dat is het meest persoonlijke. Ik mocht in deze wijk gaan wonen, het Witte Dorp van Dudok in Eindhoven, ook zo'n unicum in 1978. Ik was de eerste van de nieuwe generatie. Mijn kinderen waren de eerste kinderen in die wijk weer. Daar woonden alleen maar oude mensen. Wij gingen die wijk onderhoud plegen. Iedereen deed dat voor zichzelf. 10 verschillende kleuren wit. Er werd de kozijnen bruin geschilderd. We hebben gezegd, het is waard om die wijk te behouden in zijn eenheid. Onderhoudsfonds gestart, nationale pers meegehaald. Zelfs Rijksmonument geworden met een poster van Joost Schwartz om dat uit te beelden. 2001. Het succes van die aanpak hebben we gebruikt om dat door te vertalen naar een architectuurcafé. Plaza Futura op de Leenderweg. Een oude pornobioscoop, die was hergebruikt voor theater en bioscoop. Om de hoek, die hebben we gebruikt om het stadsdebat op te starten. De kwaliteit, de kwaliteit van de stad ter discussie te stellen. Eerste mijlpaal eigenlijk was het debat over de Witte Dame. De stad wilde die ook slopen, we waren sloopstad in 1990. We hebben met het debat in Q-café onder andere bereikt dat er een generatie kwam waarbij bestuurders werden gewezen op het feit dat je de historie van de stad vernietigt als je dat doet. We hebben zelfs ook jonge mensen gevraagd en daarbij betrokken middelbaar scholieren om videoclips te maken over hun beeld van de stad. De eerste keer dat dat gebeurde. Supermooie tijdsdocumenten van 3 minuten met de muziek van die tijd ook. Dit was een beetje sfeer, 7 jaar lang, iedere keer op een maandagavond volle bak. Zowel stropdas als t-shirt, zeg ik wel eens. Mensen uit de bouw, als architecten en studenten, maar ook bewoners kwamen daar. John Habraker, oprichter van de faculteit, kwam terug uit Verenigde Staten, maar ook Winnie Maas als jonge architect. En Maarten Kloos Amsterdam, de godvader van de architectuurcentra in Nederland, was te gast bij ons. Wij ontdekten dat het schrijven over re-arch, re-architectuur, een belangrijk nieuw aspect was van bewustwording. Wij mochten zelfs in 1994 bij IBA Emscher Park, een 10 jaar lang project in Duitsland, het Ruhrgebied, als voorbeeld dienen met het Witte Dorp en Witte Dame. Nu is het andersom. Nu is daar zoveel gebeurd met Europees geld dat zij het voorbeeld zijn op Europees niveau en zelfs op wereldniveau voor transformatie. Dankzij dat initiatief en dankzij onze burgemeester Rijn Welsje en zijn kompanen is ook in 2000 zijn 3 toppers naar Eindhoven gehaald. Mendini, Branzi en Pieter IJzerman. Het idee was dat zij werden gekoppeld aan jonge talenten, jonge studenten. Niet alleen bouwkunde, maar ook een dichter in dit geval en een landschapsarchitecte. Met die 3 talenten mocht ik samen met Pieter IJzerman de spoorzone bekijken.
Piet IJsman kostte toen al een hoop geld. Hij moest met de Concorde uit New York komen voor 10.000 gulden. Hij moest naar Parijs worden vervoerd en dan naar Eindhoven. Dat was zijn voorwaarde. Maar hij kwam voor niks om het resultaat te presenteren. We zijn echt maatjes geworden door dit project. Heel erg leuk. Want hij heeft met die studenten ontdekt dat Eindhoven wat waard is. Maar er waren overigens ook studenten uit Delft bij betrokken. Ze hebben deze maquette gemaakt als symbool voor die vertaalslag, die verandering. En die maquette hangt overigens nog steeds als een soort reliquie op de faculteit bouwkunde in het Vertigo-gebouw. We ontdekten dat jonge talenten in de stad, universiteiten, van belang zijn om te denken over de toekomst van de stad. Iets wat bij jullie organisatie ook bij die verandering hoort. Focussen op talenten, focus op jonge mensen, focus op jonge denkbeelden. Wij dachten met jonge mensen samen na over bijvoorbeeld hoogbouw. De stad als laboratorium. Verdichting in de stad, een stukje Manhattan brengen in Eindhoven. En presenteerde dat in het stadhuis, zoals je hier ziet. Jonge mensen kwamen met bestuurders in aanraking en bestuurders raakten verrukt over de ideeën. Natuurlijk een boekje over gemaakt, E+, de stad als laboratorium. En in 2005 een eerste conferentie georganiseerd in een leeg kantongerecht naast het stadhuis. Woonden toen nog studenten. Volle bak, 300 man binnen, tijdens de Design Week. Het liet zien dat Eindhoven eager was om te leren van jonge mensen en hun ideeën. We gingen ook evenementen organiseren. Jo Koenen, we zijn samen het eerste atelier begonnen. Hey Jos, in de tijd, jij was een jaar later geloof ik. Dat was een jaar later. Maar goed, wij zijn samen begonnen en hij kwam terug naar de stad om 15 jaar lang Smalle Haven te doen. Hij kwam het ook presenteren. Hij was eigenlijk trots op het resultaat. Wij ook. 5 generaties wethouders links. Maar ook 8 architecten die aan het resultaat hadden gewerkt, 15 jaar lang. Maar ook de oplevering van het resultaat op het Katrinaplein, het nieuwe Katrinaplein, waarbij kerkklokken en orgelmuziek van binnenuit werden versterkt naar buiten toe en gemixt met muziek van Kraftwerk door Lady Ida, DJ. Het gaf aan dat je ook muziek kunt hergebruiken. Ik ben overigens daardoor ook een cursus DJ gaan doen. En hier zie je een beetje het beeld wat dat oplevert. Volle bak. We hebben daar ook een boek over gemaakt. Niet alleen keurig architectuur beschreven met Hans Ibelings, maar ook een beeldenboek met al die feiten en interviews met mensen uit die tijd. Het liet zien dat een nieuwe generatie was geboren. Dat project hebben we een aantal jaren van 2003 tot 2009 met grote stedenbeleid geld gedaan. Toen was het geld op. Maar het mooiste begint dan pas, omdat we met de mensen die dat deden zonder geld een virtuele academie hebben opgericht. De Brabant Academy. En nog steeds gebeurt dat. Er zijn adviseurs bij betrokken. DHV, INBO, Bureau 5. En die virtuele academie bestaat nog steeds. En jullie ook, inderdaad. Sorry. Vergeet ik helemaal. Ja, schandalig. Dat was het tweede deel. Dat ging eigenlijk over de cultuurverandering die heeft plaatsgevonden. Dus 20 jaar geleden het lelijke eentje van Nederland. En nu toch een beetje designpaal. Dankzij de samenwerking met de jonge generatie in het leren van elkaar. Het derde deel gaat eigenlijk over de betekenis van design in de stad. Het is een beladen woord. Maar hier zie je dat hoe dat klein kan beginnen. Een oud kerkje. 2005 zou worden gesloopt, apostolisch genootschap. Directeur, woonbedrijf werd bekend. En die presenteerde zich heel parmantig in de Temporary Art Center tijdens de Design Week, Ingrid de Boer. Zij was bereid om het kerkje niet te slopen en te gebruiken voor huisvesting op ons verzoek voor 4 toppers. 4 apostelen hebben ze zich genoemd. Modeontwerp Emily Hermans, muziek en productontwerp. Ze hebben een eerste Last Supper georganiseerd. Fantastisch, het mooiste idee wat ik ooit heb gehad, omdat het alleen maar door 12 apostelen werd gedaan. 12 designers die allemaal hun eigen producten maken, zoals je hier ziet. Tot en met food design toe. Dit zijn allemaal producten van die designers. En ze presenteert ook nog zelf en dat waren zelf ook nog mooie mensen. Dus wat wil je nog meer eigenlijk, hè? En Eindhoven ontdekte toen dat het uit de puberteit kwam. Dat het longte naar de wereld om te laten zien hoe mooi het eigenlijk was geworden. En die puberteit en het komen uit die puberteit kwam tot uiting in dat oude kantongerecht. Wat werd gebruikt door Liedewij Edelkoort, directeur Design Academy op dat moment. Als een soort presentabel plaats, presentatieplaats, een soort etalage van de Design Academy. Dankzij natuurlijk een forse verbouwing. Maar de gemeenteraad kwam ook daar samen om met die jonge ontwerpers in contact te komen en te praten over de toekomst. Wat ook veranderde was dat er niet alleen over stenen werd gesproken, maar vooral ook over mensen. Maatschappij en design, social design. Het begrip kwam toen om de hoek kijken. We deden zelfs onderzoeksprojecten over het begrip prostitutie in Eindhoven. Heel bijzonder. Samen met de hoogleraar service design, Birgit Mager, zoals je hier ziet uit Duitsland. Maar ook Gijs Bakker,
die meer de fysieke kant koos. De directeur bij de Design Academy liet zien dat je bijvoorbeeld de topvloer van een parkeergarage in het hart van de stad als een nieuw Red Light District kon gaan gebruiken. Een paar van die wilde ideeën kwamen los bij die studenten. Maar ook een oud winkeltje in een krachtwijk werd hergebruikt door een jonge talentvolle ontwerpster om daar buitenlandse vrouwen uit te nodigen voor een theehuis. En het praten over achter de deur problematiek van buitenlandse vrouwen, heel bijzonder. Beatrix is daar geweest. Ze vond het zo bijzonder, zij wilde die mensen ontmoeten. Ook de Design Week zelf. Niet alleen het openen van het designhuis door Alberto Alessi, je ziet hem hier rechts onder in beeld, maar ook het uitnodigen van hem de volgende ochtend op een zondagmorgen om een brunch te hebben in een stadstuin in Eindhoven, waar hij ontmoeting had met jonge ontwerpers, jonge talenten die, zoals je hier ziet, oude weggooimeubelen wisten her te gebruiken en accenten wisten te leggen op het idee van hergebruik, transformatie. Zij werd uitgenodigd door Alessi om naar Milaan te komen en met hem mee te denken over zijn oude mallen die opgeslagen lagen in een kast. We ontdekten dat het Design Week het beeld was van Eindhoven om Eindhoven te promoten op het gebied van design. Hier ziet u een beeld van de mensen bottom-up, de ontwerpers die allemaal meededen in dat resultaat. Bottom-up, verschillende mensen hebben samengeleid tot twee gezichten. De mannen en de vrouwen gezichten. Ik had slechts een klein deeltje. De kin van die meneer, dat is mijn kin. Maar, dus de rest is allemaal de jonge mensen ingevuld, zou ik maar zeggen. Het laat zien dat je met beelden van heel veel mensen toch een totaalbeeld kunt maken. We gebruikten de trap in de stadhuis zelfs tijdens de Design Week. Naast de tentoonstellingsruimte en het debat op zondag met de wethouders en jonge ontwerpers. Supervisie salon. Uiteindelijk zijn we finalist geworden in de World Design Capital 2012. Van 50 steden over de hele wereld tot de laatste twee. Met Helsinki, helaas verloren, maar wel veel geleerd. Namelijk, internationale samenwerking kan ook heel veel brengen. Vanaf dat moment ben ik daar ook mee begonnen. We ontdekten ook dat broedplaatsen in de stad de belangrijkste plaatsen zijn waarop die nieuwe zaadjes kunnen ontkiemen. Hier in dit complex, in deze gebieden zoals hier, strijp S, vind je heel veel van die broedplaatsen terug. Little Mountain is er één van. Je huurt een tafel in een grote ruimte met andere ontwerpers samen voor €50 per maand. En daar begin je je eigen bedrijf. Of je huurt een lege container in een lege fabriek. En daar begin je je eigen maakbedrijf. Of zoals hier, een überhaupt een lege hal, timmer je je eigen kantoortje. Het is een fantastische plek. Ik noem het sexy urbanism. Want het laat zien dat jonge mensen op een heel aantrekkelijke manier een eigen werkplek kunnen maken in de stad. En Smalle Haven is nog steeds de ontmoetingsplaats voor deze mensen. Piet en Eke zijn een beetje symbool geworden, voor zover jullie dat niet weten, om van weggooihout nieuwe meubels te maken. En daarmee een nieuwe toekomst te verbeelden. We hebben op dat gedachtegoed vorig jaar oktober, half jaar geleden, de eerste Brabant Biennale georganiseerd in de Katrinekerk. Met een tentoonstelling en een debat om ook nomadendorpen te kunnen gaan ontwikkelen. En zelfs onder het viaduct, het Strijs Bultje, hier vlakbij, is een heuse urban camping georganiseerd tijdens die Design Week. Omdat je ook gratis of bijna gratis je studenten wilt huisvesten die hier in grote getalen naartoe komen. Het was een fantastisch sfeertje. Mijn boodschap is focus on the Facebook generation. Het idee is dat wij heel veel kunnen leren van jonge mensen. Jullie staan in verandering. We zitten hier met over het algemeen mensen in de lead die wat ouder zijn, zou ik maar zeggen. Het zijn over het algemeen ook mannen, valt mij op. Maar dat is ook in Rusland precies hetzelfde. Ik denk dat de kunst is om veel jonge mensen binnen te halen. Misschien ook wat meer vrouwen. En van hen te leren. Dat is eigenlijk de boodschap. We hebben één leuk debatprogramma daarvoor georganiseerd. Volgende week 10 juni. IQ heet het. Internationaal Q-café. Om Q-café weer nieuw leven in te blazen. En daarin brengen wij die jonge mensen bij elkaar. Heel kleinschalig in het hartje van de stad. De oude rechtbank. Maar het is volle bak. Iedere keer tenminste. Het levert heel veel nieuwe ideeën op. Dit is eigenlijk het beeld dat ik wil laten zien over Eindhoven, van een lelijk eendje tot designparel. Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Dankjewel voor de aandacht. Laat dat beeld maar even staan. Ja, dankjewel. Kees, ga zitten. Ed, kom je bij me zitten? Ja. We zijn blij dat je er bent. We gaan dadelijk even naar achter kijken, want je hebt ook al wat gedaan vanmiddag hier in Eindhoven. Er zijn drie redenen waarom ik blij ben dat je er bent. Je bent hier als voorzitter van NL Ingenieurs. Nee, neem die maar mee. Geef die maar aan deze. Hoeveel ingenieurs zijn er werkzaam bij de bureaus van NL Ingenieurs?
Hoeveel ingenieurs precies? Nou, niet precies. Ik dacht iets van 20, 25.000. 19.000. 19.000, ja. In Nederland en buitenland, hè? Nederland. In Nederland alleen? Ja, de Nederlandse bedrijf, ja. Even in de buitenlandse vestiging. En jij houdt de verenigingsvlag vast als voorzitter? Dat klopt, ja, sinds een aantal jaar. De tweede reden dat we blij zijn dat je er bent, is omdat jij wat met ons hebt. Je zei ook meteen ja toen ik je vroeg. Wat heb jij met ons? Je bent minister geweest van Vrom. Dat is ons werk en dat is onze passie. Je bent ook commissaris van de Koningin geweest in een provincie waar wij ontzettend veel hele leuke projecten doen. Vanuit bureau Vijn in Oenkerk. En u weet, Oenkerk ligt tussen Leeuwarden en Dokkum. En je bent, en toen werkten wij al voor die stad, burgemeester geweest van Breda. En we werken nog steeds voor die stad. We zijn actief in de stationsomgeving via Breda. En we hebben ook behoorlijk wat meegedacht aan de ontwikkeling van de omgeving van het NAC-stadion. Nou weet je ook waarom dat daar de grootste jumbo zit van Nederland, hè Koos? Ja. Dus we zijn ook nog heel actief in Breda nog steeds. Dus dat is de tweede reden. De derde reden is dat jouw bestuurlijke periode zich ook kenmerkt door verandering. Toen jij minister was, kwam de eerste Nationaal Milieubeleidsplan, de vierde nota. Jij bent de man van de katalysator en de loodvrije benzine. Je hebt daarnaast nog allerlei andere dingen gedaan. Commissies geleid voor ministers geadviseerd, kabinetten geadviseerd. En nu ben je nog betrokken bij de omgevingswet. Ja, klopt. Want je bent voorzitter. Er zijn 5 adviescommissies voor de minister. Welke doe je? Ik doe de commissie. Ben ik dat? Ik ben het. Omgevingswet, het gaat mis. Ik doe de commissie die de minister adviseert over milieu, energie en duurzaamheid. Nou. Die onderdelen van die wet. Oké, hartstikke leuk. Dus nogmaals, welkom aan jou. Ook welkom aan u. Wij gaan samen proberen om de discussie wat te structureren en wat te leiden. En dat is jou wat toevertrouwd. Ik ben voor de eerste keer live op internet, maar jij niet, hè? Nee. Ik denk dat heel veel bijeenkomsten tegenwoordig worden uitgezonden op internet. Ja. Dus je bent je leven niet meer zeker, want was je voor die tijd ook al niet dus. Je kreeg het ding net omgehangen en je zei meteen, slaat die aan? Want er is menig politicus al op gesneuveld. Ja, er zijn natuurlijk hele beroemde internationale voorbeelden van mensen die te laat in de gaten hadden dat de microfoon niet uitstond. En die daardoor moesten aftreden. Precies. We hadden ook afgesproken dat ik jou niet zou introduceren als VVD-corrivé. Nee. Dus dat doe ik ook niet. Zo is dat. Oké. We kijken nou even naar het grote scherm. Ja. Want je hebt al wat voor ons gedaan. Want je hebt een uurtje, een klein uurtje geleden, heb jij ons kantoor hier in dit gebouw, RBW Eindhoven, heb jij geopend met een levensgevaarlijk enorme schaar. Daar hangt het lint. De symboliek is duidelijk. We gaan niet van buiten naar binnen, maar je hebt het geopend van binnen naar buiten. Wij gaan naar de klanten toe. Daar staan de inleiders van vanmiddag. Ik mocht je helpen, maar je deed het gewoon zelf. Zo hoort dat ook. Ja? Nog één? Of niet? Zijn dat de plaatjes? Dat zijn de plaatjes. Oké. Gaan wij naar het programma. We hebben een aantal mensen gevraagd om de discussie aan te jagen vanuit een aantal verschillende invalshoeken. Ik ga jou dadelijk een paar vragen stellen over veranderingen in Nederland. Daarna komen er 2 wethouders, die zal ik dan op dat moment ook introduceren. Dan 2 kerels, Roger en Pierre, die weten alles van centjes. Dus die nemen de financiële invalshoek. Dan gaan we met Harry Webers praten over de ontwikkelingen in onze branche. Wat moet je doen als bureau op dit moment? En wat staat de branche te doen? En dan komen we bij onszelf. En dan gaan we het hebben over de verandering bij RBUI. Zet maar eventjes op het andere scherm het grote RBUI groep logo. Want dat wordt een afscheidsritueel. Ja, het wonder van Eindhoven moet daarvoor even wijken, denk ik. Ja. Ja, dat wonder was maar tijdelijk. Dat is nu weer klaar. Er was overigens een artikel uit het Eindhovens Dagblad van vanochtend. Is dat eigenlijk, Josse, voordat we overgaan naar het echte programma. Ja. En nog even over dat wonder van Eindhoven. Want ik vond dat u sloot prachtig af van een lelijk eentje naar een designparel. Maar wat hier is gebeurd, is natuurlijk ook als het gaat om jullie vak,
Raad van Koningen onder andere, is natuurlijk heel bijzonder. Een stad die eigenlijk ten dode was opgeschreven. Ook een stad waar je gemiddeld genomen, ook toen Philipsstad niet echt vrolijk van werd. Als het gaat om het wonen en leefklimaat, et cetera. En die met beslissingen van een paar grote bedrijven die of failliet gingen of vertrokken, eigenlijk in een buitengewoon lastige positie terecht kwamen. En die toch daar weer helemaal bovenop zijn gekomen. En dat is deze plaats te zijn. Welsje is genoemd. Rob van Gijssel speelde ook een heel belangrijke rol. En dat maakt er ook nog duidelijk, ondanks alle politieke ellende die we overal meemaken, dat bestuurders soms toch het verschil kunnen maken. En dat die impuls kunnen geven. En dat die zo'n stad eigenlijk van een verkeerd pad in de goede richting op kunnen leiden. En het geeft ook nog eens aan dat mensen die initiatief nemen en die zo'n gebied aanpakken en die gewoon een visie hebben over waar een stad dan in zo'n transitie naartoe moet, dat die mensen uiteindelijk toch zo'n stad helemaal kunnen oppakken. En dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van Raad van Koningen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, Raad van Koningen, allemaal veel geleuter en gemekker, et cetera. Maar dit is een prachtig voorbeeld van hoe Raad van Koningen heel positief kan werken. Zo is dat. Een groot compliment waard aan het bestuur en aan iedereen die bij allerlei projecten in Eindhoven, het gaat niet alleen hierover, we hebben natuurlijk nog veel meer dingen die in Eindhoven zijn gebeurd afgelopen jaar. Dat is knap, hè? Als geboren getogen Eindhovenaar, dankjewel. Kees, goed gezegd, hè? Prima. Oké, dank je. Nee, ik was toe aan het programma onderdeel dat we zelf ook gaan veranderen. Want per 1 juli staat er een nieuw bedrijf. Dan verdwijnt de naam Airbnb, verdwijnt de naam Bureau Vijn. En wij gaan u vandaag ook live op internet vertellen hoe we gaan heten. En waarom we dat doen. En wat er voor nodig is. En op welke wijze we dat ook in de wereld gaan zetten. Dat doen we dus straks. Als u het weet, dan is deze ruimte al gevuld met een aantal tipjes van sluiers die heel voorzichtig worden opgedeeld. Als je het niet weet, dan zie je het niet. Dus dat houden we ook even zo. Nou, dat gaan Koos en Dick doen. Koos en Dick zijn de twee directeuren van het nieuwe bedrijf. Want ik ga stoppen als algemeen directeur van de Airbnb-groep. Ja, logisch, want die groep gaat stoppen per 1 juli, dus ik ga ook stoppen. Nee, ik ga andere leuke dingen doen. En Koos en Dick staan al te trappelen om de leiding van het nieuwe bedrijfje, ik had bijna de naam gezegd, het nieuwe bedrijf over te nemen. En dan gaan we, uiteraard gaan we, daarna gaan we borrelen. Nou, dat voor wat betreft het programma. Dan moest ik nog een ander dingetje zeggen, dat komt nu. Dat is de link naar dit symposium. En waarom hebben we dat gedaan? Er kwamen een aantal mensen die konden zich niet opgeven omdat ze hier niet bij konden zijn, maar ze wilden het wel graag meemaken. En natuurlijk waren er ook heel veel collega's die hierbij wilden zijn. Maar er moet ook gewerkt worden. Want zij moeten natuurlijk datgene verdienen wat wij vanmiddag samen uitgeven. Maar even los daarvan. En ik zou eventjes tegen die collega's willen zeggen. In Oenkerk. Ik zeg het even op die camera. In Oenkerk. In Rotterdam. En in Middelburg. Werk ze, jongens. En zorg dat wat er vandaag nog de deur uit moet. Dat ook gaat lukken. Sterkte ermee en succes. Je moet het eigenlijk natuurlijk in het Fries zeggen. Wou jij ook wat zeggen? Okay. Hij zegt het in het Fries. Mietje Oenkerk. Er staat nog wat op dat scherm, want ze kunnen natuurlijk niks terugzeggen, maar ze kunnen wel laten weten wat ze ervan vinden. En op het voor u linkerscherm staat dat ook. En ik zou zeggen, probeer het zelf ook uit, ga twitteren, want dan komt uw Twitterbericht. Hashtag onze verandering komt ook op het scherm. En Ed en ik zullen dat scherm ook een beetje bijhouden, dat als er een bericht langskomt waar wij wat mee kunnen en mee moeten, dan gaan we dat ook doen. Dus probeer het nou even uit, zet nou even een twittertje erop. Roland Matthijssen, dankjewel, waar zit je? Roland, dankjewel voor je Twitterbericht, want die is al erop gezet. Hè? Jij dacht, ik probeer het even uit. Dankjewel. Ja, het lukt. En dat kunnen dus de medewerkers kunnen dat in de drie vestigingen kunnen dat ook gebruiken en op die wijze ook wat aan ons laten weten als ze dat willen. Nou, dat voor wat betreft huishoudelijke mededelingen, denk ik. Hè? Dan gaan we nu naar het eerste onderwerp. En wat u moet weten is, het programma is dus gestructureerd rond een aantal invalshoeken. En de eerste vraag die wij gaan stellen is voorbereid. Dus mijn eerste vraag aan Ed, weet hij al, en dan gaat hij een antwoord op geven en dan gaat u dat gesprek vanzelf overnemen, hè, met z'n allen. Want ik ga Ed niet alleen interviewen,
Daar zijn we allemaal voor bij elkaar. Dus spring erin, steek even uw hand op als u wat wil zeggen, want dan komt geluid en beeld naar u toe. Ja, dat is de consequentie als je live gaat streamen, dan moet je daar eventjes op wachten. Ed, mijn eerste vraag. Wat is er aan de hand in Nederland? Hoeveel tijd hebben we? Gaat er wel kraken. Ja, er is natuurlijk heel veel aan de hand in Nederland, niet alleen in Nederland, maar er is heel veel aan de hand in de wereld. We hebben eigenlijk door de financiële crisis, zoals die over ons heen gekomen is, gaat een heleboel mensen teruggeworpen op de realiteit. En is de tijd van een hele grote groei en alsmaar stijgende inkomens, alsmaar groeiende mogelijkheden is voorbij. We moeten eigenlijk, we zijn toe aan een situatie waarin we opnieuw de wereld moeten gaan inrichten. De verhouding bijvoorbeeld tussen overheid en burgers. Wat kunnen we anno 2013 nog van die overheid verwachten? Waarvoor hebben we die overheid nog nodig? Wat kan die overheid zich nog veroorloven überhaupt financieel om mensen te helpen? En dat betekent dat de maatschappelijke veranderingen, dat die de komende jaren ernstig zullen worden aangepast aan de realiteit. Dat betekent ook dat onze kinderen, die nu 20 jaar zijn, die groeien straks op in een ander Nederland, wat er anders heeft uitgezien dan wat wij de afgelopen 40 jaar hebben meegemaakt. We zijn in een transitiefase. Heeft u dat gevoel ook? Wie wil er iets over zeggen? Zitten we in zo'n transitiefase met z'n allen? Merkt u het? Ik wil even aan toevoegen, want het is natuurlijk niet, die financiële economische crisis heeft de zaak misschien versneld, maar überhaupt de verhouding tussen overheid en tussen burgeren is een andere. We hebben met alle nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld ook van de ICT, hebben we de overheid op een aantal fronten hebben we niet meer nodig. De hoeveelheid kennis die mensen tot zich kunnen nemen, de snelheid van de communicatie, dat is niet zomaar een verschijnsel op zich, maar die verandert ook maatschappelijke verhoudingen. Kijk alleen maar bijvoorbeeld wat je als bedrijf, wat je te maken hebt met de social media. Ik noem een voorbeeldje, de KLM heeft 20, 25 mensen werken die alleen maar bezig zijn met die social media. Bij de KLM krijg je eerder antwoord als je twittert dan als je de klachtlijn op de telefoon oppakt. Die wereld verandert zo snel en wat dat allemaal voor gevolgen heeft voor onszelf, dat nog maar nauwelijks is dat te overzien. Kijk naar e-commerce. De mogelijkheden van mensen om dingen te kopen. Ik ben voorzitter van de thuiswinkel.org. Dat is de brancheorganisatie van bedrijven die online verkopen. Van de KLM tot en met bol.com. Die zijn in de crisis vorig jaar, is omzet met 10% gestegen. Zit nu op 10 miljard. En alles wijst erop dat explosief gaat toenemen. Nou, dat komt door twee verdieners die snel iets willen verkopen. En die zeggen, ik kan een aantal dingen kan ik online kopen. Dat is allemaal nog binnen het persoonlijke domein. Maar het verandert ook het aanzien van binnensteden. Want de traditionele winkels, de ketens, zullen op termijn uit binnensteden verdwijnen. Want als jij een traditioneel iets moet kopen, dan ga je er niet meer voor de stad in. Ja, okay. Dat kun je zo online laten kopen. Dus de veranderingen zijn zo veelomvattend. Ja. En niemand kan precies voorspellen waar je trekt. Ik zal hem één voorbeeld geven. Dus we gaan echt hervormen. Ja, hervormen. Hervormen voor een deel. Natuurlijk, de overheid is nu bezig zich te hervormen. Maar voor een deel gebeurt het gewoon. Nee, de markt en zijn er de maatschappelijke ontwikkelingen die zich overigens nauwelijks laten sturen. 10 jaar geleden was het toch ondenkbaar dat 80% van de kinderen van 12 jaar dat die met een mobiele telefoon rondlopen. Ja. Nee, want ik denk inderdaad dat veranderen is heel moeilijk. Maar het zal wel gebeuren. Dat is de stelling ook van Ed. Of je nou wil of niet, het zal wel gaan gebeuren. En dat is ook de beroemde afdeling van mensen. Ja maar, hè. De ja maar, als je iets voorstelt, die onmiddellijk als eerste reactie hebben, ja maar. Dank je. Die mensen moet je eigenlijk beginnen met te ontslaan. Gewoon ze gaan in je organisatie zeggen, maar, wegwezen. Rustig. Ja, precies. Wij gaan even daarachter zitten, want wij maken even de vloer vrij voor Stephanie ter Borch. Ja. Wethouder van gemeente Barendrecht, neem hier plaats. En Steven Adriaanse, wethouder van gemeente Roosendaal. Stephanie is bezig met haar eerste periode als wethouder ruimte in Barendrecht.
En toen je binnenkwam zei je van ja, het wordt steeds lastiger, want volgend jaar zijn de verkiezingen en dan weet je het al. Ik dacht nog van nou, dan gaat het na de zomer plat. Nee, in Barendrecht is het al voor de zomer lastig. En Steven kwam binnen en die zei, ik heb het nog nooit zo druk gehad. En bij jou zijn volgend jaar ook verkiezingen. Ja. Wat verandert er, want dit was een mooie start die we gemaakt hebben met z'n tweeën. Wat verandert er in gemeentelijk perspectief? En waarom is dat belangrijk? Zijn we er al of gaat er nog meer veranderen? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor het ruimtelijke domein en dus voor ons? Gaan jullie gaan. Het werd net eigenlijk wel heel erg mooi gesteld door deze mevrouw. Volgens mij moeten we gewoon constateren dat het verandert, dus we zullen mee moeten gaan. En enerzijds denk ik maatschappelijke ontwikkelingen die ook vandaag aan de orde zijn gekomen. Maar anderzijds ook de overheid die zich aan het oriënteren is op een andere rol. En dat zijn twee processen die nu gewoon samenkomen. Maar als overheid zullen we gewoon mee moeten. En ik denk alleen dat we daar nog wel een hele stap in te maken hebben. En dat merk ik eigenlijk ook wel in het ruimtelijk domein. Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. En misschien is het niet alleen maar mee moeten, maar ook mee willen. Anders gezegd, van, je kunt wel zeggen van er komt van alles op ons af. Maar het geeft ook een geweldige kans om ook eens eventjes goed te kijken van welke rol heb je nu eigenlijk als overheid. En hebben we niet inderdaad een misschien altijd wat hele grote broek aangehad als het gaat bijvoorbeeld over gebiedsontwikkeling. Ik heb zelf in mijn afgelopen 11 jaar dat heel mooi mee mogen maken in de zin van... Wij stelden de kaders, wij wisten hoe het moest. We lieten een stedenbouwkundig plan opstellen. En als dat inderdaad niet ging zoals wij dat gingen, nou dan jammer, want er waren nog 10 anderen in de rij. Vervolgens werd het crisis. Toen zeiden we van ja, 2008, 2009, laat maar een plan een jaartje doorschuiven. Want we gaan dat houdt allemaal wel weer een keer op. Dus faseren, dat was het sleutelwoord. Vervolgens bleek, ja toch, dat blijft allemaal wat langer duren. En toen bleek van ja, dit is ook niet het antwoord. Laten we misschien wat herprogrammeren, zoals we dat noemden, in ons ruimtelijk domein. En ook dat werkt niet. En nu hebben we het ineens over nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling. En gaat dat nog wel samen met de rol die wij als overheid eigenlijk wel hebben? Want voor mij heb je een compleet ander type ambtenaar nodig dan dat we tot nu toe gewend waren. En ook een ander type... Ook een ander type bestuurder? Ja, dat weet ik wel zeker. Ander type raadslid, denk ik ook. Van kader stellen en wij zullen het allemaal wel eens even zeggen. Tot veel meer ook ruimte voor initiatief. Kijken van hoe ontwikkelt die vraag zich in de markt. Ja. Hoe kunnen we erop inspelen? Ja. Maar dat betekent inderdaad niet meer inderdaad van wij bepalen het als bestuurders in de stad of in Je bent veel concreter dan... overigens, dames en heren... We kennen elkaar allemaal al een tijdje, dus dan gaat het tutoyeren u en jij, hè? Dat snapt u. Nee, jij bent veel concreter dan maar Steven. Er ontstaat een heel groot spanningsveld. Hè? Ik gaf aan dat we als overheid moeten, maar ook zeker willen. Maar die verandering hebben wij als overheid nog niet meegemaakt. En dan laat ik ook spreken voor de gemeente. Er ontstaat een heel groot spanningsveld tussen wat ik hier hoor. Ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn dat we meer vrijheid moeten gaan geven. Dat we flexibiliteit moeten gaan geven, dat het allemaal goed is. Maar dan heb je het politieke aspect. Want ondertussen zegt de raad gewoon, maar een bestemmingsplan moet zekerheid bieden. En we leggen alles gewoon vast. Dus we moeten met elkaar, en ik denk dat dat met name ook is binnen het politieke domein. Dus als bestuurder en als raad, dat gesprek met elkaar heel duidelijk aangaan. En ik snap het aan de andere kant ook wel. Want als er een zaal vol inwoners zit en die willen allemaal een bepaalde ontwikkeling niet. Ja, dan moet je als raadslid ook je rug maar weten recht te houden. Yeah. Om te zeggen van nou, we maken het toch mogelijk. Maar dan heb ik een vraag aan jou. Want hoe vertel je dat tegen jouw raadsleden? Want dit klinkt een buitengewoon verstandige teksten zijn het allemaal. Ja. Van de beide wethouders. Ja. Maar dan zit je met die raadsleden en die raadsleden komen uit hun werk. Die hebben net een boterham thuis gegeten of een hete aardappel. Die komen dan bij jou in de commissie. En dan kom jij met je verhaal. Ja, jullie moeten je vak wat anders opvatten. Die zegt, mevrouw de wethouder, u kunt de pot op. Want ik moet straks weer worden herkozen. Hoe pak je dat nou aan in de praktijk? Nou, wij zijn dus de afgelopen 3 jaar zijn we met name meer gaan zitten op visies. En nou ja, ook met RBOW daar heel erg hard aan gewerkt. Om veel dank je, meer... Dank je. Hadden we afgesproken. Dat hadden we gezegd bij deze. Ik heb het nu 1 keer gezegd, nou hoeft het niet meer. Nee, je zou het vaker doen. Nee, maar het zit dus constant het gesprek daarop aan te gaan. En te laten zien, de luiken moeten open. Wij kunnen met z'n allen in die raadzaal blijven zitten en denken dat de werkelijkheid daarbuiten niet verandert. Maar daar moeten we gewoon naartoe. En dat betekent constant het gesprek aan te gaan met elkaar. Voorbeelden te laten zien. Tot wat leidt dat dan uiteindelijk in zo'n raad? Want... Je hebt die visie. Nou, ik hoop dat het uiteindelijk gaat leiden tot die meer flexibiliteit. En die slag is moeilijk. En ik ga ook niet zeggen dat die volgend jaar gemaakt is aan het eind van deze periode.
Maar dat gesprek komt nu wel eindelijk op gang. Krijgt, is dat bij jou? Krijgt de gemeente nu eigenlijk een beetje op hun lazer voor wat ze al die jaren in dat mooie Roosendaal hebben gedaan aan prachtige uitbreidingsplannen? En is het eind van het scheppend vermogen van het gemeentebestuur anno 2013 in aantocht? Ja, het klinkt dramatisch, maar ik wil er wel een beetje in meegaan. Als je gaat kijken inderdaad ook over de rol van zeg maar, die gemeenteraadsleden. Volgens mij worden ze ook in die rol gedrukt. Enerzijds gaat het over ja, gebiedsontwikkeling beginnen een soort van apathie tegen te komen. Want gemeenteraadsleden die moeten ook bezuinigen, die moeten keuzes maken. Dat gaat over grote keuzes in het sociaal domein. En dan gaat het nu inderdaad over, gaan we die gebiedsontwikkeling realiseren of gaan we het buurthuis openhouden? Mm-hmm. Dat soort rol-discussies zie je veel meer komen. Maar ook omdat dat gebiedsontwikkeling begint onderhand ook een vies woord te worden. Want daar zitten risico's aan. Grondexploitaties, ja, die zijn er voor projectontwikkelaars. Maar niet voor de gemeente die gespeculeerd heeft in al die jaren. Moeten we hier ons nog wel voor willen gaan? Moeten we niet een aantal projecten verder terugdraaien? En voordat je het weet ontstaat er aan de andere kant een kramp. Van dat er niets meer mag gebeuren in de gemeente, want er lopen risico's. Dus dat slaat de andere kant door. Het risico mijdend gedrag. Even kappen. Wij wonen allemaal in een gemeente. Wat merken wij als stedeling of als dorpeling van deze discussie? Dat de belastingen omhoog gaan. Dat heeft internet niet gehaald, Pierre. Maar hij zei dat de belastingen omhoog gaan. Wat merken wij? Dirk-Jan. Ja, je krijgt geluid. Ik woon in de gemeente Breda. Mijn naam is Dirk-Jan Verhaak. En ik heb het laatste half jaar veel debat gevoerd over de structuurvisie van de gemeente Breda. Ja. Waarbij er fantastische intenties waren en, om samen bottom-up plannen te maken, de structuurvisie vorm te geven. Daar ook zo ver in te gaan dat de burger en initiatiefnemers veel meer zeggingskracht zouden krijgen. Dat hele traject van interactie is afgerond. En vervolgens verschijnt er eerst een keuzenota en nu een ontwerpstructuurvisie. Waar je jammer genoeg ziet dat de gemeente toch weer alles heeft ingevuld van waar wat moet. En dat bevestigt eigenlijk alleen maar van zo'n verandering. Het is een cultuurverandering, denk ik. Nou, daar, ja, ik word wat somber als ik zou zeggen, daar gaan generaties overheen. Maar het is heel lastig, denk ik, voor bestuurders, maar in hun kielzog ook ambtenaren, om op die manier die verandering in gang te zetten. Wat is de slagingskans? De slagingskans van de... Van dit soort veranderingen. Van dit soort van. Nee, niet. We gaan niet Breda bashen. Nee, dat is flauw. Want daar hebben we ook veel te weinig tijd voor trouwens. Maar wat is de slagingskans voor zo'n cultuuromslag? Nou, voor mij die moet gaan plaatsvinden. Anders gezegd, we kunnen wel op dezelfde manier dit soort structuurvisies maken zoals dat in het verleden maakten. Ja. Maar je weet één ding zeker, je loopt daar heel snel vast. Anders gezegd, van als je blijft programmeren op de ouderwetse manier, met kwantiteiten. Zoveel bedrijventreinen erbij, zoveel woningbouw erbij, zoveel kantoren erbij, zoveel detailhandel erbij. Ik heb met de Breda ook de discussie gevoerd, onlangs nog gewoon in de openbaarheid, van ja, de kantoren loopt nog redelijk. Ja, dat is het belastingkantoor van mijn eigen gemeente Roosendaal, die moet verplaatsen, want de reisdiensten gaan concentreren. Maar slaat ergens anders weer een gat, als je op het moment niet voor kwaliteiten gevoel voor heeft. Dus je zult heel goed moeten kijken naar bestaande voorraad, toekomstige voorraad. Je moet goed kijken van welke initiatief vanuit de markt. Daar zit volgens mij ook het initiatief moeten vanuit de markt komen en niet top-down vanuit de overheid met allemaal mooie masterplannen. Als je in staat bent om dat als gemeente te kunnen faciliteren vanuit die oude rol, dan kan er misschien nog wat beweging komen. En dan ben je denk ik ook succesvol om nog wat op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling tot stand te komen. Wie volgt? Wie heeft een vraag? Mijn naam is Hans van Zitteren. Zit die verandering van rol dan niet in het scheppen van condities om juist die veranderingen die zo snel plaatsvinden continu te kunnen faciliteren? Dat daar de focus op moet worden gelegd. Exact volgens mij dat waar het om draait. Faciliteren. Die gemeente moet uit die driving seat in de zin van wij zitten achter het stuur. Nee, je moet andere partijen achter dat stuur zetten en meerijden. En vooral ook misschien kijken van hoe kunnen we die weg van A naar B, hoe kunnen we die zo makkelijk mogelijk maken. Steven, ik geloof er niks van. Jij gaat niet uit de driving seat. Nee, dat is een kwestie van durven loslaten. En dan moet je natuurlijk een bestuurder altijd wel een beetje zicht houden wat daar gebeurt. Ja, je kijkt zo achter me langs. Ik ging niet voor niks helemaal maar daarom is het staan. Ook durven loslaten, inderdaad zonder dat zicht wel te verliezen, maar je moet het echt doen.
En anders gebeurt het volgens mij. Ja. Volgens mij is het niet zozeer faciliteren, maar meer een regisserende rol. En volgens mij moet dat misschien wel de eerste stap zijn. Kom ik even bijstaan, daar geloof ik helemaal niks van. Want je bent partij en een regisseur kan nooit belang hebben in een discussie. Dat werkt niet, de overheid als regisseur. Dat denk ik wel. Ik bedoel, en dat is misschien wel de eerste volgende stap die nu wordt genomen als overheid zijnde, om uiteindelijk het echt los te kunnen laten. Want dat is wel waar het om draait. Helemaal loslaten gaat ook niet. Ik bedoel, dat mag je ook niet helemaal verwachten van de overheid. Ik bedoel, die moet ook nog een stuk algemeen belang in ogenschouw nemen. Maar naar die andere rol, naar niet meer erboven staan, maar onderdeel zijn van een van die partijen, dat is de eerste stap die nu gezet moet worden. Dank je. Er gingen nog handen, ja. Ja, Jelle Rijpma dan alsnog. Ja. Twee weken geleden zat ik bij een gemeentesecretaris. Het stadsbestuur wil heel erg regisserende gemeente zijn. Het apparaat gaat op zijn kop. Dus we gaan eens kijken wat dat zou kunnen opleveren voor de burger. En de gemeentesecretaris zegt, Jelle, beste Jelle, je weet toch wel dat het erom gaat dat we minder gaan doen. Het had dus te maken met minder dienstverlening en minder kosten. Dat is de bandbreedte en de rem waar je nog helemaal doorheen moet. De andere kant, die vind ik ook wel interessant, daar waar de burger gewend is om zijn ruzies te regelen via de bestemmingsplannen, de juridische lijn, is het instrument eigenlijk niet meer straks van deze tijd als je de burger wil faciliteren. Dus je komt in dwangposities terecht aan alle kanten. Nou, dus hoe gaan we daarmee om? Ja, u sluit aan en dan gaan we terug naar jullie. Goed? Ja, mijn naam is Patrick Esveld. Misschien even een opmerking over de rol van de overheid, hè, van gemeenten. Daar waar het over gebiedsontwikkeling gaat en over ruimtelijke ordening in algemeenheid. We zitten nu in een periode van constante verandering, zou je kunnen zeggen. En wat ik merk, ik ben zelfstandig consultant in vastgoedland. Ben betrokken bij veel gebiedsontwikkelingen. En wat je ziet, dat er veel gemeenten en ook de centrale overheid een terugtrekkende beweging maakt als het gaat om grootschalige gebiedsontwikkeling. Onder het motto, het is crisis, daar is geen markt meer voor, dus we moeten stoppen. Het kenmerk van deze tijd, van crisis, is dat het een periode is van korte termijn denken. We leven in een land waar er sprake is van marktwerking. Partijen trekken zich terug, de zaken worden stilgelegd. En dat is denk ik juist een rol van de overheid om die langetermijnvisie en dat langetermijnbelang in ogenschouw te houden en daar ook regie op te voeren. Toch? Want als de overheid niks meer doet en zegt we stoppen alle gebiedsontwikkelingen, dan zijn we over een paar jaar, hebben we met elkaar een probleem. Dus toch een regisserende rol voor de overheid? Absoluut. Ze zitten allebei te popelen. Ja goed, ik denk dat Steven dat heel duidelijk aangaf. Hè. Er ontstaat een soort risicomijdend gedrag waarbij gebiedsontwikkeling voor een aantal raden en dus ook voor de politiek bijna een eng woord wordt. En ik denk dat we daarmee alleen maar achteruit gaan. Dus het is wel zaak om dat gesprek wel met elkaar gaande te houden. Maar ik zeg daarbij wel dat het in het politieke domein wel een hele lastige discussie is. En dan zie je soms ook wel een verschil tussen de rol van het college en het wethouder en het bestuur wat inderdaad dat aandurft te gaan. En aan de andere kant in de politieke verschillende achtergronden, daar toch wel een bepaalde hele terughoudendheid ontstaat. Ja, en daar moet je wel met elkaar doorheen breken. Steven? Ja, ik denk dat het niet alleen maar aan de kant van de overheid is, waar, van de kramp waar we denk ik in zitten, maar het heeft natuurlijk met projectontwikkelaars die ook verantwoordelijk zijn. Het is een kerntaak om tot woningbouw te komen. Dan zien we exact hetzelfde gebeuren. Anders gezegd, van een aantal bouwprojecten in mijn gemeente die op dit moment gewoon compleet stil liggen. Als ik daar met projectontwikkelaars in overleg ben, dan blijkt inderdaad van waar de ijzersterke contracten zitten. Die liggen bovenop de stapel bij de projectontwikkelaar. En waar wat meer flexibiliteit in zit, ja, ook daar wordt wat minder tijd en energie in gestoken. En dat, waar je naar moet zoeken is naar die balans van welke energie steken er als gemeente in. En welke energie krijg je daarvoor terug, ook van je marktpartijen. En natuurlijk kan het ook zo zijn dat het even op dit moment niet gaat. En dat je kunt zeggen, ja, maar wij houden vast aan deze structuurvisie, want het staat er. Ik denk dat we vooral als overheid nu moeten kijken van wat kunnen we eraan bijdragen. En vaak zijn dat niet fysieke factoren, maar dan is het veel meer faciliteren. In de zin van grondafnames, tijdelijke bestemmingen.
hoe kun je toch alvast een start maken? Ik heb juist het stadion bij RBC verkocht. Juist op deze manier niet gewoon in de markt zetten, aanbesteden, want dan is er geen enkele partij die dat wil hebben. Maar van hoe kan ik een partij vinden die daar toch iets mee wil doen, die daar perspectief in heeft, dat je meerjarig gaat toch kijken van hoe kunnen die die activiteiten gaan oppakken, om op die manier toch datgene wat je voor je stad wil, wat activiteiten passend bij je stad, ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Je gaat dus veel minder denken in vastgoed, gebouwen, maar je gaat veel meer denken in activiteiten van wat heeft zo'n stad nodig, welke partijen heb je daarvoor nodig en hoe kunnen we die als gemeente faciliteren. Bijvoorbeeld starters, ik heb een heel klein dorp vlakbij Roosendaal, 600 mensen, waar gewoon 10 nieuwbouwwoningen gepland worden voor 20, dat is toch zoveel procent. En dat is alleen maar mogelijk gemaakt juist door die vraag centraal te stellen en door met een combinatie van een startersregeling met de kavelverkoop, goede grondprijzen bij, stapelen van de condities om op die manier dynamiek te krijgen. Oké, dank je. Mag ik even terugkomen? Ja, zeker. Geloof je niet dat de ontwikkelingen op financieel terrein voor de gemeente, die zien er redelijk dramatisch uit op het termijn. En jullie krijgen allerlei taken. Jullie koepelverenigingen zijn ook zo dom om contracten te sluiten met een kabinet. Waarmee ze iets op een bordje krijgen en 30% minder geld. Dat gaat over vele miljarden. Dus de financiële situatie van gemeenten die gaat dramatisch worden. Je ziet nu ook al de grondposities, dat breekt de menige gemeente op. Dus de tijd, ook de komende 20 jaar komt dat niet meer terug, dat gemeenten zich kunnen veroorloven om grote grondposities in te nemen. Dat betekent inderdaad dat je meer toekomt aan die regisserende rol. Want met bezit kon je vroeger de dingen sturen. Daar begin je niet meer aan. Maar hoe denken jullie dat jullie die financiële schatpartij overleven? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de bijen van de Raamkoning? Dit wordt het bruggetje naar de volgende koppel, hè? Dat snap je. Ja, die snap ik. Maar toch inderdaad van, ik zit ook letterlijk aan tafel met de minister voor de toekomstzedelijke vernieuwing. Maar dat is precies het probleem. Grondexploitaties moet geld bij. Gemeentebegrotingen, daar gaat inderdaad geld af. ISV, stedelijke vernieuwing, houdt op met bestaan. Vervolgens ligt er nog steeds een herstructureringsopgave in het land. Want dat blijft niet staan, dat ligt midden in woonwijken. Daar moet toch iets mee gebeuren. En dat is inderdaad met handen in het haar zitten, want je wordt gewoon op financieel compleet lam gelegd om ook in het stedelijk domein zelf als gemeente nog flink te gaan investeren. Want het geld is er niet. Ben jij het daarmee eens? Die ruimte hebben we denk ik gewoon niet meer. En zeker ook niet de komende jaren. Kijk, en we weten allemaal dat heel veel gemeentes... Zou je een leuke vak gaan kiezen dan? Nee, want... Steven, nee, maar jouw mogelijkheden, jouw politieke mogelijkheden, je politieke mogelijkheden worden de komende jaren natuurlijk ernstig beperkt. Worden beperkt anders, maar ik ga wel liever uit van kansen. En kansen die er liggen. En of het nu in het ruimtelijk domein is of op andere domeinen. Ik merk ook dat creativiteit wordt aangeboord. In deze tijd waarin iedereen op een andere manier moet denken, komen er andere creatieve ideeën op tafel. Daar moeten we gewoon mee aan de slag met elkaar. Daar zie ik wel dat de reflex van de overheid vaak is kan niet, mag niet, wil niet. Nou, laten we dan daarop inzetten, ook als bestuurder, om die gedachtegang te veranderen. Zijn jullie er ook voor, trouwens, tussen twee haakjes? Want in het kader van die hele decentralisatie van die vele miljarden, komen de tekorten uiteindelijk bij jullie terecht. En ga je ook, dat onderschatten we compleet op dit moment, gaan we ook differentiatie krijgen in het verzorgingsniveau. In de enige gemeente, in Roosendaal, kun je straks wel een rolstoel krijgen. En in Bergzoom krijg je geen... Nee, maar ik noem even... Iemand uit Roosendaal kun je niet meer pesten dan Bergzoom te noemen. Dat weet jij niet. Dat weet en ik kom uit Bergzoom. Dat snappen wij als Roosendaal. Ja, dan moet je tegen haar ridder. Maar die in Bergzoom krijg je toevallig wel een rolstoel met gouden. Die krijgt een verschil in voorzieningniveau. Daarbij past in mijn ogen dat ook gemeenten een eigen belastinggebied zouden mogen krijgen. En dat je dus ook accepteert dat de lasten, dat die per gemeente verschillen. En daar reken je uiteindelijk de gemeenteraad op af. Als je dat zegt in de Tweede Kamer, zeggen ze nee, wij willen iedere gemeente vasthouden aan de norm voor de OZB. Wat vind jij van dat idee? Eigen belastinggebied. Ja, voor mij is dat datgene wat altijd is. En differentiatie zul je altijd hebben. Kijk naar de afvalstofheffing, die zijn alles gemeenten verschillend. Ondanks dat iedereen diezelfde kliko misschien voor de deur zet. Dus die verschillen heb je. En voor mij moet je ruimte krijgen, ook in je belastingdomein, ook die dingen te kunnen doen waar je als gemeente voor mee aan de slag wil gaan. Wat vind jij daarvan? Nee, maar dat zijn ook wel de keuzes die je maakt. En ik ben het eens, er zitten nu inderdaad ook al verschillen in. En waar ik veel meer straks in zie, is in de samenwerking van gemeenten. En ik denk veel meer dat er moet worden gekeken dat gemeenten het niet meer individueel kunnen als gemeente apart. En dat er veel meer wordt gekeken naar samenwerking.
samenwerking met andere gemeentes om juist ook die kwaliteit en die dienstverlening voor de inwoners hoog te houden. Of in ieder geval op een niveau te houden. Plasdijk is jouw vriend. Dankjewel. Nee, ik ben niet voor afdwingen, maar ik zie wel, en dat zie ik ook in onze gemeente, samenwerking wordt wel opgezocht. En ik denk dat we daar ook gewoon over onze schaduw en over onze grenzen heen moeten kijken. Want we doen het niet voor onszelf, maar wel voor onze inwoners. Dankjewel. Ed, we gaan het niet over politiek hebben. Het gaat over Plasterk. Dat is dankjewel, politiek. Stephanie. Dankjewel, Stephanie. Is het minister? Ja, jij loopt even weg. Ga zitten. We gaan een sprongetje maken in het programma. Dit was de gemeentelijke invalshoek. We gaan naar de centjes. En u weet, planologen en centjes zijn van oudsher geen vrienden. En toch gaat dat moeten veranderen. Want de centjes worden steeds belangrijker in het ruimtelijk domein. Dus wij dachten, we gaan eens vanuit die invalshoek praten over verandering in het ruimtelijk domein met als vervoermiddel de centjes. En dat gaat gebeuren door Roger Kersten. Roger is directeur van Acroconsult. Dat is een belangrijk partnerbureau voor de RBOI-groep. En Pierre Sommer. Pierre heeft al ontzettend veel gedaan. Dat mochten we niet laten zien, want hij wilde geen titels op de aankondiging. Maar Pierre is directeur van Ardic. En je zou kunnen zeggen, Pierre is dagelijks bezig om allerlei projecten los te trekken, te financieren en te realiseren. Heren, mag ik u uitnodigen? Sorry. De openingsvraag. De openingsvraag. Er is toch geld genoeg in Nederland? Waarom zitten we allemaal op onze handen? Of hebben we de armen over elkaar en is er in het ruimtelijk domein absoluut sprake van stagnatie? Hoe komt dat toch? Ik ben planoloog, dus ik geef de eerste vraag graag. Nou, laat ik dat met een alledaagse opmerking komen. In alle tijden is het zo geweest dat het draait om de duit en de fluit. En er is geld zat in Nederland. Geld is het probleem niet. Ook toen ik directeur bij de Nationale Investeringsbank was, in de hoogtijdagen, en ook nu ik er nog steeds veel over de vloer kom. We hebben tegenwoordig een recessie. We hebben geen crisis, dames en heren. Als u dat nog denkt, loopt u hopeloos achterop. We zijn beland in een nieuwe realiteit. En wanneer ik dan toch iets over centjes moet vertellen in relatie tot ruimtelijke ordening of vastgoed, dat is dat we aan een paar dingen zullen moeten wennen. We kunnen niet meer vertrouwen op stelselmatige waardestijgingen van ons vastgoed. Want dat is aan een herijking toe in de markt zelf. En ook bij de financiers van het vastgoed zijn allerlei regels komen, naar boven komen drijven. Die hebben we gewild in een eerdere tijd. Die nu belemmeren dat we gemakkelijk vastgoed kunnen financieren. Rabobank, ik mag er niet te veel over zeggen, niet zo sterk verkouden was door een zevental grote problemen binnen de bank zelf die door het niet gebeursgenoteerd zijn niet naar voren komen, dan zou het in Nederland er heel anders uitzien. En voor de rest hebben we ongeveer nog staatsbanken. Basel III remt ons in de fiatering, in de financiering van veel vastgoed. Laten we dat vaststellen. Nu we dat eenmaal weten, moeten we daar ook niet moeilijk over doen. We zijn bezig om een deel van de kredietportefeuilles door te schuiven van de banken naar de pensioenfondsen, wanneer die er happig op zijn. En dan zal toch grote broeder overheid een staatsgarantie daarop moeten afgeven, want anders gaat die transactie gewoon niet door. Een andere die ik naar voren zou willen brengen is dat we, zoals in alle tijden, maar we zijn een tijdje wat roekelozer, wat ruimhartiger geweest, vastgoed, wanneer je het moet financieren, of het nou nieuwbouw is of vernieuwbouw is, die zul je veel meer vanuit een cashflowmatige benadering moeten aanvliegen. Als die positief is, en je hebt een goede business case met een goede cashflow, kun je in beginsel alles financieren. Want wie wil nou niet iets hebben wat er gunstig uitziet qua cashflow? Dan gaan we nog even naar de gemeente toe. Ik zou willen zeggen bij de gemeente, pak nou eens een keer door op je grondbedrijf. Boek je verliezen. Ga dus over tot afwaardering. En neem je reële verliezen. En ga gebiedsexploitaties, kleiner of groter, hoe ze ook zijn, die dingen zullen altijd blijven. Die naam die doet er helemaal niet toe of het ontwikkelingsplanologie is of gebiedsexploitatie. Ga het in partjes opknippen dat je er wat mee kan. En ik ga met Nijpels mee. Door te zeggen dat de financiering van de gemeenten, die loopt over vier lijnen, iedereen weet het.
Het gemeentefonds, de doeluitkeringen. Dan hebben we nog een stukje eigen belastinggebied. En we hebben dan ook nog een stukje inkomen in de gemeente uit eigen vermogen en uit vastgoed. Daar zullen grotere differentiaties gaan ontstaan. Het Rijk kan niet de eenheidsworst door de strop blijven douwen van alle gemeenten. Daar waar de samenleving juist zoveel meer verscheidenheid gaat vertonen. Met andere woorden, we zullen een paar werelden bij elkaar moeten brengen. Die vastgoed faciliteert, die vastgoed herontwikkelt en op de markt brengt. En het kaderstellende van de overheid, in de zin dat de overheid de onderdaan voorschrijft hoe het moet, onderdaan zijn burgers, bedrijven, instellingen, wat die smeer zei, is grotendeels achterhaald. Dat heeft Ernst Heerschbelin al een keer naar voren gebracht. Als je op een gegeven moment de overheid gelijk gaat schakelen, min of meer met de burger, dan kan die nog maar in een enkel geval een knoop doorhakken over de boeg van zijn overheidsgezag. Met andere woorden, de overheid zal in een uiterste geval kunnen ingrijpen en iets doordrukken. En in alle andere gevallen past haar een modeste houding. Corsé. Ja, het leuke van het onderwerp geld is dat het in deze tijd gezien wordt als het probleem. Heel veel ontwikkelingen gaan niet door omdat er kennelijk geen geld is. Basel III, bankencrisis, noem het maar op. Ietsje dichterbij. Iets dichterbij. Dat zou dus ook de suggestie wekken dat geld ook de oplossing is. Ik heb al een middag met Pierre doorgebracht over dit onderwerp. En wij kwamen eigenlijk al heel snel erachter. Geld is misschien wel het probleem. Zo wordt het ervaren. Maar geld is niet de oplossing op dit moment. En daar is even nog de discussie over van in wat voor tijd zitten we nu. Is het een crisis? Een crisis suggereert een onevenwicht tussen vraag en aanbod. En die gaat vanzelf weer over als we op een ander niveau van vraag en aanbod terechtgekomen zijn. De varkenscyclus. Tegelijkertijd zien wij dat wij in een tijd terecht zijn gekomen, Ed Nijpels begon er ook al over, van echte verandering. Dus niet gewoon grote verandering, nee, het hele systeem verandert. Wij zijn kennelijk niet in staat om in goede tijden verstandige beslissingen te nemen, waardoor we vervolgens niet in de problemen komen. Ik kijk maar naar het kantoroverschot. In de tijd dat er geld genoeg verdiend werd met bouwen, zijn we gewoon voor productie gegaan, we zijn voor aanbod gegaan. En ik hoor hier nogal wat pingpong tussen overheid en markt. Ik denk dat ze beide daar allebei hun aandeel in hebben. De markt is heel opportunistisch. Dat is de markt nog steeds. De overheid is daarin meegegaan in de tijd dat het grond- en vastgoedprijzen eigenlijk omhoog gingen. En de grondexploitatie was over het algemeen belangrijker dan het plan, laat staan de vraag. We komen nu in een heel andere tijd waarbij we door de crisis die toch begonnen is als een financiële crisis, een bankencrisis. Een eurocrisis is het geworden. We zitten inmiddels in een economische crisis. De crisis heeft dus heel veel verschillende componenten. En wat dus heel erg lastig is in discussies met marktpartijen, met overheden, met bestuurders, is dat er heel vaak één ding uit wordt gehaald. En wat ik een heel mooi voorbeeld vind zijn de startersleningen. Steven begon erover, die is inmiddels... Steven moest even bellen. Ja, moest even bellen. Ik kom veel in gemeentes. Starterslening, dat is het toverwoord op dit moment. Het is even de vraag hoe je hem insteekt. Maar ik ben betrokken bij een gemeente die heeft bedacht dat startersleningen alleen op nieuwbouwwoningen moet worden toegepast. Wat gebeurt er vervolgens? Daar zit een stimulering in van de bouw. Een beetje bouwen, want hoeveel startersleningen wordt er nou gebruikt in de praktijk? Heel weinig. Maar het doet dus niet aan het structurele effect van een gemeente waar, ik denk, misschien een deel van de voorraad woningen te koop staat onder de 150.000 euro. Er is dus helemaal geen aanbodprobleem. Er zijn woningen zat voor mensen die het kunnen betalen. Alleen de banken financieren dat weer niet. Dus nogmaals, er meer geld in stoppen, meer subsidie in een periode waarin we toch al een kredietoverschot hebben. En krediet ook wel een van de oorzaken van het probleem is dus niet de oplossing. Dan kom je vervolgens in een heel andere afweging, die wij ook wel op dit moment vraaggestuurd ontwikkelen noemen. Het gaat niet om het aanbod, dat ging goed zolang er geld te verdienen was. Dat gaat in hoog tempo fout. Vraaggestuurd ontwikkelen is nu het mantra, even los van de faciliterende en regisserende gemeente. Ik vrees dat we daar nog op terugkomen, Pierre. Want Pierre begon heftig te schudden toen dat langskwam. Vraaggestuurd ontwikkelen betekent dat we het niet meer hebben over geld, we hebben het over waarde. Vraag is waarde. Er moet een achterliggende waarde zijn achter een vraag. Als je die weet te vinden als overheid of als marktpartij, dan zijn er dus kansen om te ontwikkelen. Het goede product met de goede prijs-kwaliteitverhouding op de goede locatie waar vraag naar is, zal altijd kunnen worden ontwikkeld. Nou, misschien geeft dat nog even wat stof voor de discussie. Wat een verhalen. Ik weet niet hoe het met u vergaat, maar ik ben redelijk buiten adem naar twee van dit soort twee van deze types. Ik heb één vraag aan de beide heren. En die hebben ze misschien wel een beetje impliciet al iets over gezegd. Maar
Is er één oplossing, met streepjes, voor de huidige huizenmalaise? Eén oplossing niet. Want één is geen. Er zijn er dus meer. Ja? Ja? Nee, dit lijkt bijna een debating truc. Het lijkt wel de nieuwe naam. Maar het was ook een slimme vraag die je op die manier moet pareren. Want hij is een overwonnen onnozelheid. Ed weet natuurlijk ook wel dat er niet één oplossing is. Ik denk voor de huizenproblematiek zou ik als aanjager willen zeggen dat we mensen moeten faciliteren in hun hoofd om een stap terug te doen. Want wat je tegen een dure prijs hebt ingekocht, kun je tegen een goedkopere prijs terugkopen. En dan kom je op lagere lasten te zitten. Dat verhaal wordt veel te weinig verteld. Want de mensen denken, een verlies op een huis van 3 ton... en dat moet ik voor 2,30 loslaten, dat doet me meteen pijn in de portemonnee. Maar voor 2,30 kun je tegenwoordig ook al mooier spul terugkomen dan jaren geleden. Dat is één. De tweede die ik zou willen noemen, er zijn hele riedel te geven, maar de tweede die ik zou willen noemen, dat is, ik snap in godsnaam niet, hè, waarom dat wij de vraaguitval van de starters op de woningmarkt niet anders faciliteren. Kijk, vroeger kon je gewoon op de pof iets kopen. Een huis was een consumptieartikel. We zijn vergeten dat het een kapitaalgoed is. En aan ons omringende buitenland is het buitengewoon vanzelfsprekend dat je geld meebrengt wanneer je een kapitaalgoed koopt en dat je een buffer hebt. Nu hebben wij alleen met de jongens en de meisjes die op een gegeven moment na het dartele leven het serieuzere leven gaan oppakken, kindjes gaan krijgen wanneer die combinaties dat toelaten. En dat gebeurt zo tussen de 28 en de 35 en die hebben niet gespaard. En dan wordt papa en mama aangekeken met leden ogen en hopen dat papa het goed gedaan heeft en mama ook. Maar met gescheiden zinnen is dat tegenwoordig ook al een stuk lastiger om dat aan te vullen. Ik vind het echt ongekend, onbestaanbaar eigenlijk, dat wij in het bankieren circuit, met inbegrip van de overheid, die vraaguitval niet faciliteren door middel van een andersoortige startenregeling dat ik nu overal experimenteel zie ontstaan. Mm-hmm. Want daar hebben we verdraaid veel last van. Want als we het treintje van de woningmarkt in beweging krijgen door de categorie tussen de 140.000 tot ongeveer 250.000 te faciliteren, is dat mogelijk. En ik geef er nog een derde oplossing bij. Het wordt een zeer hooguit tijd dat die gemeenten die in menig geval in de afgelopen 30 jaar de grondprijs met 700% omhoog hebben gebracht. En dat is niet iedereen natuurlijk, dus iedereen kijkt om te zeggen, ik ben het niet. Dat je daar de prijs omlaag brengt. Als je dat in de vorm van een koppelverkoop doet. En ik doe het volgende voorstel. Als wij de starterswoning kunnen gaan faciliteren, waarbij de bouwers in staat zijn om de opslagkosten, de frictiekosten en de faalkosten met 20% te reduceren over de eindprijs van hun stichtingskosten. En de gemeente doet dat ook met 20% voor wat betreft de grondprijzen. Dan weet ik dat de banken beter bereid zijn om de waarde van die woning te gaan financieren. En dat is een oproep aan 3 partijen. Banken, bouwers en gemeenten. Want de vraag in de markt naar dergelijke woningen is er. Oké. Toevoegen. Nou ja, Pierre doet dat natuurlijk weer via de kant van de kosten. De vraag, is er één oplossing? Het zijn er uiteraard vele. Het is en. Dit is het financiële verhaal, maar ik zou er ook nog eens een keer weer de vragenkant bij willen leggen. Ik heb nog niet zo heel lang geleden op een congres een ontwikkelaar horen uitleggen. Kijk, dit zijn de plattegronden die bouwden voor de crisis. Dit zijn de plattegronden die bouwden na de crisis. Dan zit er ineens buitenruimte bij en alles wat je, als je mag kiezen, in je woning ook absoluut wil hebben. Het is toch heel raar dat we een crisis nodig hebben om de klant te ontdekken. Dus de sector is ongelooflijk lui geweest. Hetzelfde geldt nogmaals ook weer voor de overheden. Grondexploitaties worden volgeraamd met appartementen waar eigenlijk niemand op zit te wachten. In wijken die daar helemaal niet voor geschikt zijn. Dus ook aan die kant is, wat wil de bevolking, waar zouden we kunnen bouwen, wat voor type woningen met de juiste prijs-kwaliteit verhouding. En dan komt uiteindelijk aan de ene kant de vraag... De afzet betekent geen financieel risico. Geen financieel risico betekent dat de bank het wil financieren. En zo kan je langzaam maar zeker de cirkel rondmaken. Okay. Maar dat betekent dat in al die facetten moet er tegelijkertijd wat gebeuren. Anders wordt het niet bewogen. Ik hou ook even het... hou maar even vast. Ik hou ook even het scherm. Maar er zijn geen halszaken achter ons op het scherm, Pierre. Ik wist niet dat jullie zo konden watervallen. Nou, moet je je eigen verhalen aan elkaar schroeven. Kijken wat je dan zegt. Ja, dat is een jijbak.
Dat is een jijbak. Nee, dankjewel. Wie wil reageren? Ja, ik heb toch wel. Ja. Want het gaat om het grote geheel. Hè? Dus ik herken, voor zover ik het begrijp, heel veel in het geheel. Maar wat ik nou nog niet zo hoor, dat is ook wat een andere verandering is. Dat we te maken hebben met een krimp. Als ik het goed begrepen heb in 2040, dan gaat de bevolking in ieder geval niet meer groeien. Wat gaat dan gebeuren? Een andere bevolkingsopbouw die er zal zijn. Als al die babyboomers onder de groene zoden liggen of opgelost zijn of zoiets dergelijks. Ja. En vervolgens ook nog, wat voor rol kan de overheid ook niet spelen in de sfeer van communicatie en nieuwe velden naar voren brengen als het gaat om hergebruik van materialen, duurzamer omgaan met grondstoffen, de fossiele brandstoffen die gaan eindigen. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, de heer Nijpels zit er, heeft kennelijk dat pakket ook bij die omgevingswet in zijn mandje zitten. Nou is het maar een wet en het gaat natuurlijk om wat de samenleving wil en doet. Maar dat soort elementen mis ik eigenlijk in de discussie hier. Ja, ja, Marlies, we kregen natuurlijk al het verwijt dat we te lang aan het woord zijn. Dus als we het hele palet op dat punt hadden moeten meenemen, had het nog langer geduurd. Nee, dat is jouw vak. En je hebt natuurlijk ook gelijk dat er ook op dat gebied natuurlijk veel verandert. Als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen. Hè, we gaan veel meer naar integratie van wonen, welzijn en zorg. Hè, door de AWBZ-veranderingen. Iemand als Roger van Bokstel is buitengewoon slim bezig door de pensioenproblematiek. Hoe gaan we die betalen? De zorgproblematiek, hoe gaan we die betalen? En de woonproblematiek, want die is kennelijk ook onbereikbaar, onbetaalbaar, om te kijken of je dit soort ontwikkelingen niet veel meer kan integreren. En je daar ook een soort ketenintegratie, win-win situatie in kan creëren. Vraagt ook weer banken die veel slimmere producten bedenken dan alleen maar één keer verdienen op één hypotheek met allerlei verzekeringen waar je meer voor betaalt dan dat het oplevert. Dus ook dat hele systeem hangt aan elkaar. Ik heb wel genoemd vraag gestuurd. In de krimp moet je niet bouwen als er geen vraag is. Ik heb het gehad over waarde. Duurzaamheid is ook waarde. Hè? Dus daar komen al die elementen overigens wel in terug. Maar het moet allemaal tegelijkertijd. Anders gebeurt er niks. Jelle. Ja, ik vond beide verhalen eigenlijk nog een beetje representatief voor hoe we in de bestaande structuren denken. En dan noem ik even een heel ander voorbeeld. Ik ken twee gemeenten waar de bevolking zelf het heft in handen heeft genomen, overigens samen met een overheid, om een glasvezelkabel aan te leggen. En hoe is dat nou gekomen? Doordat de normale partijen in de markt zeiden van in het landelijk gebied glasvezel aanleggen, veel te duur, kan niet, veel te dun enzovoort. Het kan dus wel, er zijn corporaties opgezet en het wordt aangelegd. Er zijn dus veel initiatieven mogelijk die op een andere manier gebruik maken van mechanismen in de markt. Mm-hmm. Maar zelf weer aan de knoppen gaan zitten. Heb je ook dat soort ervaringen met bouwen en inrichten? Nou, dat was mijn vraag. Ja. Je kunt dus je voorstellen dat op vergelijkbare wijze er met het bouwen gaat worden omgesprongen, omdat de burger weer aan de knop wil zitten, niet gelooft dat de bestaande markt en de partijen die erbij horen hun zal helpen op de manier zoals ze het zelf zouden willen. Wat denken jullie? Ik trek me even aan dat het conservatief wordt genoemd. En ik vind dat de juiste kwalificatie. Want conservatief is in zichzelf, iedereen die weet dat, progressief. Want je kunt alleen maar iets bewaren wanneer je het onderhoudt en verder brengt. Dus dank voor de geuzetitel. Dan even iets anders. Inderdaad, die initiatieven die zijn er. Die kleine initiatieven, die heb je ook nodig, want ga er maar vanuit dat die molochen die wij hebben, ik pak even de banksector, als je die bij de kladden wilt nemen, dat zijn hele grote logge machines met mensen die tegenwoordig nauwelijks nog eigen beoordelingsvermogen hebben, omdat ze gevangen worden in allerlei stramine waar ze volgens algoritmen bepaalde beslissingen moeten gaan nemen. En hoe hoger in de boom, hoe minder dat je eigenlijk kijk op de zaak hebt. Met andere woorden, ik denk dat we wel iets hebben meegemaakt dat de verkleining van de banken ertoe zal gaan leiden op termijn. Ik schat dat er nog 5 tot 7 jaar duurt. Dat men nadrukkelijker weer aan de vraagkant bij de burger, bij de instellingen, bij de bedrijven uitkomt. En dat dan de machine weer na een gewenningsperiode beter gaat draaien. Ik wil terugkomen op dat energie. In Nederland hebben we geen reële woningnood meer. We hebben wel een verkeerde aansluiting tussen vraag en aanbod op regionaal niveau. En wat je dus ziet, we hebben 16 miljoen mensen, 7 miljoen woningen. Maar we zien een deel van dat woningbestand gewoon weg niet meer up-to-date zijn. Qua energie, qua duurzaamheid, qua inrichting, qua faciliteiten. Dus er ligt een behoorlijke
herbouw- en vernieuwingsopgave in het woningbestand. Alleen daar zal je het veel meer moeten hebben van hoe denken de mensen over hun huisvesting in de loop der jaren. En niet alleen over zichzelf, maar ook hoe is de woning geschikt voor een ander die in mijn woning wil stappen. Dat wordt een hele grote opgave. Oké, Roger, nog even kort. Want we gaan verschrikkelijk uit de tijd, maar dat is niet zo erg als het interessant is. Over het conservatisme. Nou ja, laat ik het zo zeggen, er is veel vernieuwing. Dat heeft ook te maken met tijdelijkheid. Ik denk dat heel veel tijdelijke ruimte ontstaat omdat er niet gebouwd wordt. Heel veel leegstand biedt heel veel kansen voor tijdelijkheid. Neem dit gebouw. Dat is ook een vorm van vernieuwing om dat te faciliteren. Je klinkt van niet of je knikt van niet. Maar... Nee, omdat er een andere notie in de samenleving zit en die gaat breed. Ja. En die raakt ook wel die financiële sector. Er zit een andere notie in de samenleving en dat is een samenleving die zegt ik wil zelf weer gaan aan de knoppen zitten over de producten en weten hoe dat gaat. Dat is heel sterk bij de energie en ik kan een hele hoop andere velden ook aanwijzen waar dat zit. Even een kort reactie. Nou ja, zo'n mooi voorbeeld is CPO, hè, of particulier opdrachtgeverschap, als ik het dan even naar bouwen en wonen vertaal. Ik ben het helemaal met je eens, ik heb alleen ernstige twijfels of dat echt een hele grote vlucht gaat nemen. En er zijn sectoren waar dat gebeurt, er zijn sectoren waar dat eigenlijk bijna niet gebeurt. En ik zie dat ook overigens traditionele partijen daar nog een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Maar nogmaals, dan moeten ze wel naar die klanten toe. Als dat vernieuwing is, dan ben ik daar allang tevreden. Oké, dankjewel. Dit was het einde van het blok financiële invalshoek. We gaan even pauzeren, netwerken. Deze, hoe lang gaan we dat doen? 20 minuten? Zijn we? Maar nog even. 10? Nee, we moeten. Ze gaan echt uit de tijd. Even, godverdikke. Nee, een minuutje. Ik wou zeggen, ik ben helemaal uit Friesland, dan kom ik uit Amsterdam. Ja, daarom. Sinds afgelopen jaar. Ik denk nog even, ik kom nog even terug op u. U heeft eigenlijk geen echt antwoord gekregen op uw vraag. Het ging over duurzaamheid, et cetera. En over de oplossingen voor al vraagstukken rond duurzaamheid. Ik ben ongelooflijk optimistisch als het gaat over het op termijn oplossen van de milieuproblemen waar we nu mee worstelen. Als je kijkt naar wat er rond je heen gebeurt, als je kijkt ook naar de snelheid waarmee soms nieuwe vindingen worden geïntroduceerd, dan ben ik van overtuigd dat de techniek ons uiteindelijk gaat helpen. Als het gaat om het realiseren van allerlei milieudoelstellingen. Datzelfde optimisme heb ik op het energieterrein. Op het energieterrein hebben we alleen te maken met een langdurige transitiefase. Want de mogelijkheden zijn er. Als je kijkt naar de zon, onbeperkte mogelijkheid als je kijkt naar de wind. Op termijn gaan we die problemen oplossen. We hebben nu nog een paar zaken te regelen. Dat is de opslag. We hebben het transport te regelen. En alles wat daarmee samenhangt. Maar op termijn ben ik van overtuigd. Dat de energievraagstuk, dat we dat goed kunnen oplossen. Alleen de vraag is, hoeveel tijd hebben we daar nog voor? En zijn we bereid om daar ook in te investeren? U had het even over de oude woningvoorraad. Er staan natuurlijk nog miljoenen woningen die nog absoluut niet voldoen aan de meest recente milieueisen. Er wordt nu in CER-verband wordt er een energieakkoord voorbereid. Wat is de bedoeling daarachter? Het zijn dus heel raar is dat, hè? Dat is heel mooi. Werknemers en werkgevers proberen met elkaar afspraken te maken met allerlei maatschappelijke groeperingen om een stabiel energiebeleid te krijgen. Met stabiel energiebeleid wordt bedoeld dat de overheid niet de ene week maatregelen aankondigt en de volgende week is het geld op en dan is het weer voorbij. Nee, men probeert een langdurig duurzaam energiebeleid te voeren wat over deze kabinetsperiode heen gaat. Als dat er komt, dan kun je ook investeren. Dan heb je zekerheid als producent, maar ook als consument. Zet hem even uit. We gaan even pauzeren. Deze tijd 10 minuten. Het gaat nu beginnen. Netwerken. De koffie en de thee achterin.